Ja, weet uiteindelijk, ik wil mijn eigen altijd bewijzen. En hier vanavond voor jullie niet anders. En daarom heb ik speciaal voor jullie vanmiddag een klein lijstje gemaakt met enkele thema's op die daar niet over mijzelf gaan. En ik ga die hier nu voor jullie voorlezen. Niet met mijn ledemaat te lachen gaan. Wat verdoe. Ik dat hier niet met een zak. Dankjewel, worstenvingers. Oh, dat is het beste, hè? Dan zit ik zo in het verkeer bijvoorbeeld. Komt er zo'n gast heel een tijd met zijn auto in mijn gat liggen boren. Komt hij uiteindelijk voorbij gereden, maar ik altijd zweet van... Huren ze, manneke, huren ze. Fuck you, jongen, fuck you. En die heeft dan zweet van... marsepein. Weet je wat het probleem eigenlijk is, hè? Ik zie mijn eigen niet als een dwerg. Ik kan dat zelf niet zien. Als ik naar mijn eigen hand zie, dan ziet het voor mij perfect normaal uit. Maar voor jullie ziet dat er blijkbaar allemaal anders uit. Maar ik kan dat niet zien. Dus ik weet dat ook niet. Dat is toch raar dan? Iedereen komt altijd naar mij van, joh, maar ja, jij bent een dwerg. Dat weet ik niet. Ik kan dat niet zien. Dat is toch raar dan dat je dat moet geloven? Dat je dat moet aanvaarden als je dat niet weet? Toch een beetje hetzelfde als dat kan nu, jongeman. Nu zou vragen, zit jij een robot? Zit hem in de prijs, mevrouw? Hallo. Ik ben hier echt, hè. Je zit gewoon zo. Als ik niet beweeg... kan die een dwerg maar niet zien. Hij zit niet in de prijs. Nee, inderdaad. Het licht is uit, hè. Nee, maar zit hij aan de robot? Ja of nee? Nee. Wat jij denkt van niet. Maar ik zie dat direct aan u. Al die mensen hier, die zien dat allemaal direct aan u. Wij zien dat allemaal. Jij bent wel een robot. Wij weten dat. En voor ons verklaart dan een hoop dingen over u. Zoals dat meisje. Is uw vriendin of gewoon harde schuif? Heb je een naam, Robert? Ja. Wie anders? Vertel me eens, hoe noemt die man daar? Roeland. Ja. Oké, okay. Heb je werk, Roeland? Of... Ja. Is het echt? Wat doe je? Zij is al aan het lachen weer. Ingenieur en van wat? Chemie. Is het echt processen al? Ja. En wat is uw lievelingsproces? Hoge druk polyethyleen. Allee. Oh, dat van mij ook. Jij lacht ook een beetje gelijk de robot. Bro, bro, bro. Die robot is nu boos naar mij aan het kijken. Maar voor te lachen, die robot. Heeft die mensen een vatje olie van mij straks? En een wifi-worst. Raw, raw, raw. Sorry, ik vind het leuker dan jullie. Goed, mijn lijstje met die dwergmoppen. Ik kan niet meer naar u kijken nu, hè. Goed, mijn lijstje met die dwergmoppen. Ik ga alle niet-dwergenthema's afgaan voor jullie, één voor één. Te beginnen met niet-dwergenthema 1, en dat is astronomie. Wetenschappers hebben overlaatst een planeet ontdekt met een kern van diamant in. Ik stel voor dat we dat zeggen tegen de Joden in Palestina. Dan is dat probleem ook opgelost. Ja, die reactie had ik wel verwacht in Antwerpen.
die dwergen thema 2. Sport, entertainment en ontspanning, meer gespecificeerd Olympische disciplines. Discuswerpen is frisbeeën voor eenzame mensen.